Dag allemaal en welkom bij de eerste les uit hoofdstuk 2 uit de GEO voor 2 VWO. We beginnen zometeen met paragraaf 1, maar eerst even een kort overzicht over wat we in dit hoofdstuk gaan behandelen. We gaan kijken naar hoe gebergten ontstaan onder invloed van endogene krachten, het verschil tussen oude en nieuwe gebergten, verwering en erosie, gletsjers en de restanten van gletsjers en de sporen die ze achterlaten, rivieren, kustsoorten en kustverschijnen en tenslotte eindigen we met kalksteen en druipsteengrotten. Zoals je kunt zien beginnen we dus met het ontstaan van gebergten en in dit geval in het bijzonder de vorming van de Alpen. In paragraaf 1 gaat het over het ontstaan van de Alpen en misschien ben je er wel eens geweest. Misschien in de winter om te skiën of misschien wel in de zomer. Maar het blijft een indrukwekkend gezicht hoe zo'n ontzettend groot gebergte bijna stil lijkt te staan. Maar niets is minder waar. De Alpen zijn ooit ontstaan en zijn eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds in beweging. De Alpen zijn het hoogste gebergte van Europa. En deze foto aan de rechterkant laat prachtig zien hoe ze eigenlijk een soort scheiding vormen tussen Italië aan de ene kant en Duitsland en de rest van Europa aan de andere kant, met Oostenrijk en Zwitserland als centraal gelegen landen. Die Alpen, zoals ik al zei, zijn natuurlijk op een moment ook ontstaan. En hoe dat, daar gaan we even naar kijken. Je moet eigenlijk bedenken dat de binnenste van de aarde natuurlijk bestaat uit vloeibaar gesteente. Nou, het vloeibaar gesteente, dat is een beweging. En in de eerste klas heb je geleerd dat dat convectiestromen zijn. We noemen dat endogene krachten omdat ze van binnenuit de aarde komen. Exogene krachten komen van buitenaf. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar endogene krachten komen van binnenuit de aarde en zorgen ervoor dat de verschillende aardplaten in beweging worden gezet. We zien de aardplaten op deze afbeelding. Ze hebben al een andere kleur gekregen en de pijltjes geven aan in welke richting de aardplaten bewegen. Zoals je kunt zien, bewegen de aardplaten op 3 verschillende manieren. Ze kunnen naar elkaar toe bewegen, ze kunnen van elkaar afbewegen en ze kunnen langs elkaar bewegen. Van alle 3 kun je wel een voorbeeldje vinden op deze afbeelding. Maar wij richten ons op het gebied binnen deze rode rechthoek. Dan zie je dat de Eurasiatische plaat, de groene plaat in het noorden, en de Afrikaanse plaat, een andere grote plaat waarop Afrika gelegen is, met elkaar in botsing komen. En dat is eigenlijk ook precies de oorzaak van het ontstaan en de vorming van de Alpen. Want waar nu de Alpen liggen, lag vroeger een tropische zee. In die tropische zee daar zwommen vissen, krabben, schelpen en daar groeide koraal. En de dode restanten van die planten en dieren zonken in de loop van miljoenen jaren naar de zeebodem en stapelden zich daarop. Dat dode materiaal van die beestjes bestaat natuurlijk uit schaaldiertjes en skeletjes en die bestaan uit kalk. Dus er wordt een dikke laag kalk op de bodem afgezet. De kalklagen die op die manier ontstonden werden bedekt door zand en door stenen die door de rivieren naar zee werden gebracht. De druk werd hoger en hoger en de temperatuur werd hoger en zo veranderde de kalk langzaamaan in kalksteen en dat noemen we een sedimentgesteente. Alles wat door water in een zee of in een rivier wordt achtergelaten noem je namelijk sediment en kalksteen is dus een vorm van sedimentgesteente. Later ga ik daar nog iets meer over vertellen. Maar wat gebeurt er nou precies met die zee? En hoe kan deze zee die je hier ziet nu veranderen in een gebergte waar we in de winter gaan skiën? Deze foto en deze bron die in je boek figuur 1 heet, kun je zien hoe dat proces van de vorming van de Alpen is gegaan. Op de bodem van de tropische zee ligt een dik pakket met sedimentgesteente. Dat dikke pakket met sedimentgesteente bevat restanten van dode zeediertjes en dus kalk, maar ook zand en steen. En langzaam maar zeker zie je de Afrikaanse plaat
richting Europa schuiven. We zien hier het bruine pijltje die dat aangeeft. Je ziet ook dat er door rivieren sediment in de zee achtergelaten wordt. Nou, die twee platen beginnen naar elkaar toe te schuiven en er vindt plooiing plaats. In afbeelding B zie je dat zo'n 80 miljoen jaar geleden de zeebodem begint te plooien, begint te kronkelen als het ware. En langzaam maar zeker zie je hier het begin ontstaan van wat we nu de Alpen noemen. In afbeelding C wordt de aardkorst nog steeds verder opgetild. De continenten botsen steeds verder tegen elkaar en die beweging gaat op de dag van vandaag gaat dat door. En langzaam maar zeker zie je hier zo de eerste tekenen ontstaan van een gebergte. In afbeelding D zie je dat de Afrikaanse plaat botst op Europa. Afrika schuift over andere lagen heen, dat kun je hier wel een beetje zien. En het gesteente wordt steeds verder geplooid. Er ontstaat een plooiingsgebergte, vernoemd dus naar de vorm van de gesteentelagen. En als je heel goed kijkt in deze foto, dan zie je dus ook dat kalk en kalksteen, wat dus eigenlijk restanten zijn van dode planten en dieren, boven in de Alpen terecht zijn gekomen. Je zou dus zomaar op een wandeling in de Alpen in de zomer een fossiel kunnen vinden van een zeedier. Ontstaan dus in lang vervlogen tijden, miljoenen jaren geleden, maar door het duwen van de aardkorsten tegen elkaar boven in de Alpen terechtgekomen. Het kleine beetje water wat je hier nog ziet, dat is de Middellandse Zee. Maar zoals ik al zei, gaat die beweging van Afrika naar Europa tot op de dag van vandaag door. Als je dus nog niet bij de Middellandse Zee bent geweest, moet je opschieten. Voor je het weet is hij er niet meer. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat de Alpen bestaan uit stukjes Afrikaans gesteente en stukjes Europees gesteente. En dat klopt ook. Als we naar een berg in de Alpen kijken, dan zou je kunnen zeggen dat de ene helft uit Afrikaans gesteente bestaat, de andere helft uit Europees gesteente en continent. En ook voor een deel dus bestaat uit zeebodem en organisch sediment. En dat organisch sedimentgesteente bestaat dus, nogmaals, uit dode schelpdieren, kalkskeletjes en planten. We noemen dat ook wel oceanisch sediment. We zien hier dus de vorming van een plooiingsgebergte. Daarnaast zijn de Alpen ook een hooggebergte. En dat betekent dat de toppen tenminste 1500 meter hoog zijn. Anders noemen we het een laaggebergte. Of misschien wel een middelgebergte. Dat oceanisch sediment, dat heeft natuurlijk zijn oorsprong op de zeebodem. Daar hebben we gezien hoe kalk, uiteindelijk kalksteen, wordt en uiteindelijk zelfs vervormen tot een heel ander soort gesteente. Bijvoorbeeld marmer. Kalksteen kan door hoge druk en hoge temperatuur in marmer veranderen. En dat marmer gebruiken wij dan weer voor aanrechtbladen, vloeren en beeldhouwwerken. En dat kunnen we winnen door het af te graven. En het ligt niet meer op de bodem van de zee, maar door het plaattektoniek is dat boven het zeeniveau gekomen en kunnen wij het nu gewoon afgraven en gebruiken. Dat gesteente wat van vorm verandert en eigenlijk een metamorfose ondergaat, noemen we dan ook metamorf gesteente. Dat kan sedimentgesteente zijn, afzettingsgesteente of stollingsgesteente. En onder invloed van hoge druk en temperatuur ondergaat het een gedaanteverwisseling. Naast sedimentgesteente kennen we dus ook stollingsgesteente. Stollingsgesteente is ontstaan door het hard worden van magma of lava, wat uit een vulkaan komt tijdens een vulkaanuitbarsting. Sedimentgesteente kennen we nu. Gesteente dat is ontstaan uit materiaal dat is aangevoerd door ijs, water of wind. Elk van deze vormen van gesteente is onderhevig aan verwering en aan erosie. Over erosie gaan we het zo meteen hebben en verwering komen we zo direct op. In dit schema kun je heel goed zien dat welke vorm gesteente je ook hebt, het allemaal uiteindelijk weer wegslijt, weer verdwijnt. We zien hier stollingsgesteente, een vorm van gesteente dat is ontstaan uit een vulkaanuitbarsting en door stijging of plooiing uiteindelijk ook via verwering en erosie weer
kleiner gemaakt wordt. Als sedimentatie in de zee en op land terecht kan komen en uiteindelijk kan verstenen, kan veranderen van vorm, opnieuw kan verweren of misschien zelfs wel weer kan smelten in de aardmantel en via een vulkaanuitbarsting weer opnieuw uit een vulkaan komen. Daarnaast zie je ook dat sedimentgesteenten door stijging en plooiing, gebergtevorming, dus weer opnieuw kunnen verweren en onderhevig zijn aan erosie. Op deze manier is eigenlijk het gesteente op aarde, ondanks dat het stil lijkt te staan, toch altijd in beweging. En dat is eigenlijk ook de reden en de manier waarop een gebergte als de Alpen ontstaat en uiteindelijk ook weer zal verdwijnen. We maken daarbij onderscheid tussen oude en jonge gebergten. Je zou verwachten dat hoe ouder je bent, hoe groter je wordt, maar in het geval van een gebergte is dat niet zo. Een jong gebergte is namelijk veel hoger dan een oud gebergte. Ik heb twee voorbeelden naast elkaar gezet, de Alpen en de Jura-gebergte. En de Alpen als jong gebergte, terwijl de Jura veel eerder zijn ontstaan. Hoe zou dat nou komen? Nou, de Alpen zijn om te beginnen veel hoger. Spitse toppen, steile hellingen en diepe dalen. Dat komt omdat de Alpen op de geschiedenis van de aarde nog eigenlijk maar heel erg kort bestaan. Een gebergte als de Jura is al veel langer geleden ontstaan dan de Alpen en heeft dus ook al veel langer te maken gehad met verwering en erosie. Deze gebergten zijn dus veel lager, de toppen zijn afgerond, de hellingen zijn flauw en de dalen zijn veel breder. Hoe komt dat nou? Nou, dat komt dus door exogene krachten. We hebben net al gezien wat endogene krachten doen, hè? Krachten van binnenuit de aarde. En exogene krachten zijn dus van buitenaf. En die zorgen er dus eigenlijk voor dat jong gebergte van een hoge top uiteindelijk een lage top krijgt. En een spitse top uiteindelijk er afgerond uit komt te zien. Langzaamaan maar zeker zorgen exogene krachten er dus voor dat een jong gebergte uiteindelijk eruit gaat zien als een oud gebergte. Met alle eigenschappen die daarbij horen. De manier waarop dat gebeurt begint met verwering. Verwering is het uiteenvallen van gesteenten onder invloed van weer en plantengroei. Een voorbeeld hiervan is vorstverwering. Je moet je voorstellen dat hoog in de bergen, waar het 's nachts vriest en overdag de zon schijnt, het water, de sneeuw, smelt en in water wordt. Dat water stroomt in verschillende spleten van het gesteente en 's nachts vriest het weer. Maar het water in die spleten, in dat gesteente, bevriest. En, zoals we weten, bevroren water zet uit. En 's nachts scheurt het gesteente steeds iets verder en uiteindelijk brokkelt het af. En dat gebeurt niet in één keer, maar daar gaat een hele lange tijd overheen. En zo kun je dus een steen tegenkomen die door vorst, door het bevriezen van water, uiteindelijk in talloze kleine stukjes kan breken. En vanaf dat moment dat zo'n steen in kleine stukjes breekt, neemt erosie het over. Erosie is het uitschuren en afschuren van hard gesteente door met verweringsmateriaal geladen water, ijs of wind. Dat betekent eigenlijk dat op het moment dat een stukje steen verweerd is en afbrokkelt, het door wind, water of ijs meegenomen kan worden. En samen met allerlei andere stenen en rotsen en allerlei andere vormen van materiaal, begint dat stuk steen wat is afgebroken hoog in de bergen, begint af te slijten, wordt rond en wordt kleiner gemaakt. Het gesteente brokkelt af en het verweringsmateriaal valt door de zwaartekracht naar beneden. Gletsjers, rivieren, wind of de zee nemen het mee naar andere plekken. Tijdens dit transport wordt het landschap afgeschuurd en uitgeschuurd. Wat de restanten daarvan zijn, dat gaan we in de volgende paragraaf zien. Dan gaan we onder andere ook kijken naar de sporen die gletsjers in het landschap achterlaten en in de paragraaf daarna. In paragraaf 3 gaan we kijken naar wat rivieren precies doen en hoe erosie er dan uitziet.
Dit was paragraaf 1. De nummers uit het basisboek die bij deze paragraaf horen, zie je nu in beeld. Dat betekent dat je naast het bestuderen van de tekst van paragraaf 1 ook deze basisboeknummers door moet lezen. Daarnaast komen hieronder de linkjes te staan naar een aantal extra filmpjes die uitleg geven over onder andere verwering en erosie en over het ontstaan van de Alpen. Bekijk deze filmpjes, bekijk deze PowerPoint desnoods nog een keer. In de les gaan we aan de slag met de opdrachten. Daar kan ik je ook helpen met de atlas en met andere opgaven. Eventuele vragen kun je natuurlijk altijd stellen via de mail of in de les. Ik zou zeggen, doe je best. Ik zie jullie graag in de les. Tot de volgende keer. Kijk uit met oversteken. En tot op school.